Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart-podcast van Nederland en België, Achter de Hockey. Mijn naam is Mike Hooiveld en vandaag gaan wij verder met deel 2 van de corona-tapes. Hij zit hier tegenover me, net als bij de vorige Mike van Duivenbode. Dames en heren, hij zit tegenover me, Pim Huberts. Ja, dankjewel Mike. Ik heb er weer zin in. Volgens mij hebben we weer een leuke nieuwe darter in onze podcast. Ja, want we blijven een beetje bij de Mikes. We gaan alleen wel van land verwisselen. We hebben vandaag in de podcast, dames en heren, Mike de Dekker. Ja, hallo. Goedenavond. Ten eerste natuurlijk heel erg bedankt dat je bij ons wil aanschuiven. Hoe beleef je dit wat er nu allemaal in de wereld gebeurt? Ja, het is voor het moment heel saai. Hè? Je kunt niks doen, je kunt geen toernooitjes doen. Je kunt niet meer naar de PDC, dat ligt allemaal stil. Het enige wat je kunt doen is thuis trainen. Maar ja, dit is ook te verstaan. Hè. De gezondheid gaat natuurlijk voor. Dus het is te hopen dat dit allemaal rap achter de rug is. En dat ze een manier vinden voor de mensen te genezen. En dat we hopelijk allemaal gezond blijven tot nu toe. Dus, We hadden er in de vorige podcast ook al over met Mike van Duivenbode. Maar ja, en die zei eigenlijk van qua darten, daar komt er niet zo heel veel meer van. Die proberen nog wel wat te trainen, maar uiteindelijk blijft het toch moeilijk als je geen toernooitjes en competities speelt. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Klopt, ik heb de laatste 2 weken echt heel, heel weinig getraind. Gewoon een beetje hetzelfde verhaal als dat andere Mike. Je weet niet wanneer dat je terug gaat kunnen gaan. Dus als je nu het zou wel moeten, maar het lijkt zo doelloos. Het kan zo zijn dat je zo nog een half jaar thuis zit en dan lijkt het zo doelloos dat je nu zo constant loopt te trainen. Dus ik heb mij wel voorgenomen van vanaf morgen terug zo toch een 2-3 uur terug aan het bord te staan. Door toch een beetje regelmaat te krijgen. Maar ik ga voorlopig geen wat ik toen wel deed in het begin van het jaar was zo iedere dag tussen de 5 en de 8 uur. Daar ga ik nog even mee wachten. Hey, heb jij nu nog een baan waar je naartoe kan gaan? Of is het thuiswerken? Of is het echt helemaal niks nu? Nee, helemaal niks. Ik heb nooit een vaste baan gehad. Ik heb wel zo tijdelijke opdrachten gedaan en zo. Maar ik ben dan sinds dit jaar overgestapt naar een ander management. En waardoor dat ik niet meer hoef te werken. En dat ik een soort van financiële zekerheid heb naast de prijzengeld. Ja, we zien veel darters zien we online. Webcam darts of op NACA. Gaan we jij daar ook nog binnenkort op terugzien? NACA ga ik sowieso niet doen. Want ik heb al veel dingen gezien dat mensen je dan uitdagen. En dan gooien ze 3-9 daar. Ja, zo van die dingen. En daar heb ik niet veel zin in. Wat ik wel al gedaan heb, is zo op Dart Connect dan. Bijvoorbeeld tegen Kim Huibrechts, eerst naar 21 gespeeld. In de loop van volgende week gaan we kijken of daar Robbie John Rodriguez kan. Ga ik daar een wedstrijd tegen gooien? Zo. Dat je wel zo'n beetje wedstrijdritme net. Mm-hmm. Maar NACA vind ik persoonlijk niks schitterend aan. Ja, maar jij gelooft dus wel dat Kim Huibrechts de goede scores intypt? Ja, we hebben het vorige week. Of in de loop van deze week hebben we het gedaan. En dan zat hij op 90 gemiddeld. En ik op 9 of 88 gemiddeld, zoiets. Oké. Okay. Ja, dan voor zo'n gemiddeld dus moet je niet per se vals spelen. Dus. Nee, dat lijkt me ook niet. Hoe eindigde die wedstrijd eigenlijk met Kim? Hoe eindigde die? Hij gooide de winnende dubbel. ja, oké. Okay, maar dus je verloor de wedstrijd, ja. Ja, ik denk dat 21-18 was of zo. Oké. Ja, goed. Je zegt het zelf al, je bent dit jaar bij een nieuw management begonnen. Maar je bent het jaar ook goed begonnen op Q-School. Zeker je tweede dag. Je verslaan Martijn Kleermaker, Justin van der Gouw en Dennis Nielsen ook nog in de finale. Ja. Wat maakte je daarmee? Ja, ik was al heel blij dat ik tegen Martijn Kleermaker won. Want hij was toch een van de topfavorieten voor zijn kaart halen. En de dag ervoor was hem ook heel goed. Dus dat was zo een stressy wedstrijd. En dan had ik wou hem die dag gewoon winnen. Hè, want dan zei hij vanaf. Maar ik had wel zo'n gevoel, want ik had de dag ervoor ook een paar punten gesprokkeld. En dan de tweede dag ook wat punten. Dan had ik het wel het gevoel dat ik goed op weg was. En dan, ja, mijn halffinale tegen Justin was helemaal niet goed.
Die was van alle twee niet goed. Had ik alle geluk dat ik de dubbels gelijk gooi en hij niet. En dan ja, de finale, dat ging een beetje, dat was zo'n beetje ja, op automatische piloot ook. Dat op de goede momenten de goede dingen doen. En alle geluk gooi ik de laatste dubbel. Anders, ik was heel blij dat ik er de tweede dag vanaf was. Dat ik niet, als je zo kijkt, want ik ben er dan heel het weekend nog gebleven. Als je dan kijkt naar de zondag, dan zie je toch heel veel mensen heel zenuwachtig zijn. En ik ben blij dat ik dat niet heb moeten doen. Was je met landgenoot Ronnie Huibrechts daarheen? Of was je met een hele grote groep daarheen? Nee, ik was alleen met mijn management daar naartoe. Samen met nog drie jongens dan erbij zitten. Ronnie was er wel. Ronnie, Jeffrey van Echtdom, Glenn Leijzen, die waren. Brian Raman was er ook. Er waren wel redelijk wat Belgen, maar niet dat wij er samen naartoe zijn geweest. Dus. Want ik ben dan voor Q-School ben ik een week bij Jelle Klaassen gaan trainen. En vandaar ben ik dan doorgegaan naar Hildesheim. Hoe is die vriendschap met Jelle Klaassen? Doe je dat vaker een week bij elkaar trainen om ergens voor te bereiden? Of hoe zit dat? Ja, ik ga wel geregeld, als het het toelaat, ga ik wel geregeld eens naar Jelle. Dus ook met de jaren is er ook een vriendschap tussen mij en Jelle gegroeid. Ik kan er ook altijd terecht en zo. En in de weekends dan, als wij op de proto zitten, zitten wij ook altijd samen, gaan wij samen eten en zo. Dus. En zoals de UK Open, dan, ik lag er dan jammer genoeg de eerste dag uit, maar hij haalde dan kwartfinale, ben ik dan ook gebleven voor hem. En ja, Jelle is wel iemand waar ik mee op de tour veel mee optrek. Over Q-School nog. Ja, wat je op Q-School veel zal tegenkomen zijn, of onbekende Duitsers, Oostenrijkers. Ik zie ook dat je op die tweede dag tegen een paar Hongaren moest. Is dat nog moeilijk om tegen darters te spelen waarvan je eigenlijk niks weet? Persoonlijk niet, omdat ik vind, het maakt niet uit tegen wie dat je moet. Je moet altijd zorgen dat je zelf goed staat te gooien. Het maakt niet echt uit tegen wie dat je moet. Als je bijvoorbeeld, als je weet van iemand van, kijk, als ik daar gewoon normaal steady tegen gooi, dan win ik. Dan automatisch gaat je niveau zakken. Je moet gewoon zorgen dat je er altijd 100% voor staat. En dat is soms wel moeilijk, want dat gaat niet altijd. Maar zo zouden wel iedere wedstrijd moeten redeneren. Mm-hmm. En in die finale tegen die Zweed, Dennis Nielsen, wanneer was het moment dat je wist van, oh, dit zou best eens kunnen lukken? Toen dat ik kwam 4-2 voor en dan dacht ik van, ik heb maar één leg niet meer nodig. Ik heb sowieso nog een leg op mijn eigen, dat ik mag beginnen. Als ik daar gewoon 15 darten gooi, dan is er niks aan de hand en dan win ik hem. Ik stond ook relaxter naar het einde toe dan in het begin van die wedstrijd. Omdat ik ook 4-2 voorkwam, dan staat het toch iets relaxter dan dat je bijvoorbeeld 4-2 achterkomt. Dus. Maar het was natuurlijk niet jouw eerste keer Q-School. Ja, wat was het dit keer anders dan de eerste paar keer dat je naar Q-School bent geweest? Ik heb me veel beter voorbereid. Ik had het er thuis met mijn ouders ook over gehad. Ik zeg, de jeugdtour valt voor mij dan ook weg dit jaar. Ik ben te oud voor de jeugdtour. Dus stel dat ik mijn kaart weer niet had gehaald, ja, dan zat er niet veel dartsen in PDC dan. Dan hadden de European Qualifiers en de Challenge Tour. En dan in plaats van nu zo goed als ieder weekend, hadden dan misschien 10 weekends dat je weg zijn. Dat wilde niet als professioneel een dartser. Professioneel een dartser wilde ieder weekend kunnen gaan dartsen. Was het voor jou ook echt erop of eronder dit keer? Ja, ik had ook gezegd van, als ik hem niet haal, dan ga ik toch kijken voor te beginnen werken. Want ik ben nu 24. Het wordt ook tijd dat ik verder naar de toekomst begin te kijken. En dat ga ik niet mee met bijvoorbeeld geen tourcard hebben. Mm-hmm. Nadat je die, want je hebt al eerder een tourcard gehad, inderdaad. Die heb je toen verloren. 2 jaar daartussen was het inderdaad Challenge Tour en Development Tour. Aan het begin van dit jaar, toen je opnieuw meedeed aan Q-School, had je het idee dat je een betere speler was? Ja, ik voelde me meer zelfzekerder. Ik voelde dat ik minder. Ik ben een ritmespeler. En ik, als mijn eerste goed zit, dan volgen de andere twee heel makkelijk. En als ik voelde dat liep.
in opwarmen ook, dat duurde niet lang of ik was warm. En als ik mij slecht voorbereid, wat ik de afgelopen 2 jaar eigenlijk heb gedaan, dan voel ik dat ik me meer moet concentreren op mijn tweede en mijn derde pijl en dat ik dat nu niet heb. Ik voelde aan de manier waarop ik mijn pijlen gooide, zeg maar, dat niet per se hoe dan ze zitten of het scorend vermogen, maar gewoon puur hoe dan mijn pijlen vlogen en hoe dan ze achterin volgden. Ik denk ook dat je dat goede gevoel in het darten ook zeker door hebt gezet in het echte dartseizoen op de Pro Tour. Vind je het dan ook jammer dat je dan nu in één keer... Ja, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar vind je het jammer dat je dan nu in één keer moet stoppen terwijl je net zo lekker aan de gang was? Ja, tuurlijk. Qua niveau zat mijn gooien heel goed. Ik heb heel weinig wedstrijden onder de pak 95 gegooid. Ik heb heel veel wedstrijden 100 gemiddeld gegooid. Dan is dat natuurlijk wel jammer dat dat zo onderbroken wordt. Want je zit in die flow en het gaat goed, het gaat lekker. En het is dan dat het klappers moeten komen, zeg maar. En dat is dan heel jammer, hè, dat het nu stil ligt. Ja, want als we kijken naar de eerste 8 player championships, voor iemand die net opnieuw weer zijn toolkaart hebt, heb je het helemaal niet slecht gedaan. Nee, qua gooien... Het niveau van mijn gooien is gewoon steady en goed. Het zit allemaal rond de 100 gemiddeld. Alleen jammer dat ik dan vaak tegen mensen kom die juist ook 100 of 102 gemiddeld gooien. En dat ik dan vaak 6-5 verlies. Ik heb van de jaar al verschillende matchen 6-5 verloren. Die gewoon goed waren. Dat klopt inderdaad over die 6-5. En dat wilden wij ook nog vragen, want... Inderdaad, in 7 van de 8 Players Championship toernooien heb jij met 6-5 verloren in de laatste ronde, zeg maar. Alleen Michael van Gerwen verlies je dan met 6-4. Heb je daar nog een verklaring voor dan? Of? Nee, niet echt. Ene keer moest ik tegen Espinol en dat was ook op het streamingbord. En dan sta ik 5-4 voor en ik zet mijn weg op 62 en dan gooit 170 uit. En die deed wel redelijk pijn. En de laatste leg gooi ik dan niks niet meer. Dan tegen Sulevic heb ik gehad, stad 5-5. En sta ik naar 9 op 94. Ik mis er 2 en hij gooit 121 uit de boel. Allemaal zo'n dingen, zojuist. Het tikkeltje geluk, dat zou er nog moeten bijkomen. Als dat erbij komt, dan krijg ik misschien op die 94, dan krijg ik misschien nog eens 3 pijlen en zit het er wel in en win ik die wedstrijd wel. Terwijl dat ik hem nu dan verlies. Ja, als je achteraf terugkijkt naar al die 6-5's die je verloren hebt, zie je dan, kijk je dan terug met een slecht gevoel? Of kijk je dan terug van, ik heb toch behoorlijk goed tegenstand geboden en met een beetje geluk win ik zo'n wedstrijd gewoon? Ik kijk nu veel positiever terug naar verloren wedstrijden dan dat ik in het verleden deed. In het verleden dan keek ik daar niet naar en dan was het weer verloren. En nu probeer ik wel zo meer naar het positieve te kijken. Van, kijk, ik ben wel goed bezig en het kan zo niet blijven. Het kan niet blijven dat je tegen de 100 aan staat te gooien en dat je die wedstrijden verliest. Dat kan gewoon niet. Ja, want over jouw kant opvallen gesproken. Als we naar de eerste Eurotour gaan, waar het überhaupt al knap is dat je als tourkaarthouder meteen de eerste keer weet te plaatsen in eigen land, valt het tegen Ron Meulenkamp wel de goede kant op. Ja, klopt. Dat is dan wel een moment dat mijn kant opvalt, klopt. Dat was ook een heel, heel zenuwachtig moment van mij. Die laatste leg was ook weer 5-5 natuurlijk. En dan was ik ook blij dat ik op de juiste moment 140-180 gooi. Dus ja, dat is inderdaad wel een voorbeeld dat mijn kant opvalt. Ja, en als we dan in België blijven, dan speel je die dag erna tegen Michael van Gerwen. Nou, die wedstrijd heb ik sowieso gezien. Ik zeg maar, prima ook. Je begint heel goed. Mm-hmm. En dat speelt natuurlijk wel tegen Michael van Gerwen. Maar kansloos was je zeker niet. Nee, ik had in het begin van de wedstrijd had ik een paar kansjes. Ook omdat hij dubbels mist. Maar ik had ze wel en ik heb ze jammer genoeg niet kunnen nemen. En je weet gewoon, als je van Gerwen in zijn spel laat komen en je laat hem voorkomen, dat hij zo sterk uit de hoek gaat komen. En dat deed hem ook. Dus... Als Van Gerwen op zijn top is, dan is er weinig aan te doen. En hij was niet op zijn top nu, maar er zaten wel momenten in. Zo bijvoorbeeld de 9-darter dat hij mist. De leg ervoor gooit hem ook volgens mij een 12 uit.
En dat deed hem in het begin van de wedstrijd niet. Want in het begin van de wedstrijd was hem eigenlijk voor zijn doen helemaal niet goed. En dan laat ik er hem zelf inkomen. Dus dat is ja, een klein beetje de nervositeit dat je toch in je lichaam zit. Dus ja, dat zijn ook allemaal punten waar je van leert. De volgende keer gaat het mij misschien lukken om rustiger te blijven. Dus ja. Ja, dan zou ik ook vragen, van, is de volgende keer dat je dan van Gerwen tegen Van Gerwen speelt, je ziet bij veel meer jongens die hem nu echt veel meer kunnen pakken, dat je dan denkt van oké, vorige keer werkte dit en dan gaan we er nu meteen weer, hup, we gaan er meteen op, meteen hem proberen uit het spel te krijgen en dan wel door proberen te trekken. Ja, bij mij, mijn probleem is, ik moet gewoon proberen van mijn zenuwen onder controle te krijgen op podium. Ik gooi op podium... Ik heb al redelijk wat keren op het podium gestaan op zo'n Eurotour dan. Maar iedere keer opnieuw heb ik veel meer stress en zenuwen op het podium dan dat ik heb op de vloer. Als ik dat onder controle kan krijgen, kan ik mijn niveau van de vloer meenemen naar het podium. Dat is nog iets waar ik aan moet werken of wat de ervaring mij moet helpen. En als ik dat klaar krijg, dan kan ik kan ik misschien een gevaarlijke speler worden op het podium ook en niet alleen op de vloer. Ja, hoe was het darten voor Belgisch publiek in je eigen land? Kreeg je daar juist meer zenuwen of was het juist wat minder dan normaal? In het begin, de eerste wedstrijd wel. Dat is een kick dat je krijgt. Ik heb nog nooit voor eigen publiek gespeeld. Of ik heb nog nooit eigenlijk de zaal meegehad dat de zaal voor mij was. En dat was de eerste keer en ik kreeg er wel een kick van. Maar een kick geeft meer adrenaline. En meer adrenaline is niet altijd goed. En dat zijn zo'n dingen wat ik zeg, wat ik nog aan moet werken en wat ik nog moet leren. Dan gaan we denk ik gewoon naar de UK Open. Als ik het goed heb, was dit jouw eerste UK Open of niet? Nee. Ik heb de UK Open, dat was mijn derde keer. Oh, oké, sorry. Okay, nee, maar... In ieder geval, de eerste wedstrijd moet je meteen tegen publiekslieveling, maar zo kan je het nu wel noemen, Lisa Ashton. Hoe ging je die wedstrijd in? Ik hoopte echt dat het publiek gewoon respectvol ging zijn. Je weet natuurlijk, ik had langs de ene kant wel geluk dat het 's middags was. Het was de eerste wedstrijd. Dus niet iedereen in het publiek is al dronken. En ik moet zeggen, het publiek was ook heel respectvol. Ze hebben geen één keer gefloten of boe zitten roepen als ik dan dubbel moest gooien. Dus ik dacht gewoon mijn eigen spel en dan komt dat wel goed. En dat is uiteindelijk ook gebleken. Dus... Ja, en uiteindelijk verlies je dan, of nadat je eerst wint van Daniel Larsson met 6-5, verlies je dan van William Borland met 6-5 opnieuw. Ja, hoe zuur was die verliespartij? Ik was redelijk pissig. Ook omdat ik 3 matchpijlen mis voor 6-4 te winnen. En dan nog 1 pijl op boel voor 6-5 te winnen. En ja, het was lang geleden dat ik zo pissig was op mijn eigen dan, omdat ik die pijlen mis. Goed, iets terug naar Lisa Ashton. Je krijgt dan die loting. En dan zie je, er doen 2 vrouwen mee, Fallon Sherrock en Lisa Ashton. En dan denk je, oei, ik krijg Ashton. Wat denk je dan? Zeker na afgelopen WK en alle sensatie en romslomp die eromheen is gekomen. Wat denk je dan? Ik dacht, ja, tegenstander gelijk een ander. Ja. Je denkt zoveel op die moment zelf. Van, oh, daar heb ik weer. En uiteindelijk is het maar gewoon een tegenstander zoals een ander. Zo moeten we er naartoe gaan en zo ben ik ook die wedstrijd ingegaan van niks aantrekken van wat er rondom u gebeurt. Zij moet goed gooien om van mij te winnen, ik moet goed gooien om van haar te winnen. Ja, meer kan ik er niet op zeggen eigenlijk. Ja, maar je hebt niet het ervaren wat Sujovic bijvoorbeeld heel erg had en Ted Evans, dat ze gewoon echt beduidend minder gaan spelen. Dat heb jij niet echt moeite mee gehad? Nee, niet echt. Ook mede omdat de zaal zat niet vol. Mensen waren gewoon respectvol naar mij toe ook. Moest het nu in een avondsessie geweest zijn dat er meer volk in de zaal zit en dat ze allemaal al een hele middag bier hebben gedronken, dan was het waarschijnlijk een ander verhaal. Je had het al even over de Development Tour en het feit dat je die niet meer kan spelen. Je hebt ook flink wat titels daar behaald. Mis je het spelen van die Development Tour en dan het
ja, die, eigenlijk de extra weekenden die je aan darten kan spenderen? Nee, niet echt. Omdat tegenwoordig is er zoveel darts qua Pro Tour dan. Pro Tour, Euro Tour. Dan, ik heb de jeugdtour lang genoeg kunnen doen. En het zou voor mij geen meerwaarde zijn om dan nog 5 weekends jeugdtour ook te gaan spelen. Het is ook af en toe wel eens leuk als je zo, zeg maar, 3 of 4 weken na elkaar Pro Tour bent gaan spelen, dat je dan eens een weekend thuis kunt zijn. Ja, precies. Dus het is eigenlijk wel mooi geweest met die development tour, ja, volgens ik jou. Heb, ik heb de development tour 6 of 7 jaar gespeeld. Ik heb het lang genoeg kunnen doen. Precies. Op dit moment, je hebt al 6.000 pond verdiend dit jaar, wat voor de nieuwe tourcardhouders, nou, je bent een van de betere, zeker bij de beste 5 spelers, hoor je. En theoretisch gezien sta je nu op een WK-plaats. Ja, doet dat jou nog iets? Of denk je, ja, ik moet toch maar zien hoe het de rest van het seizoen loopt? Ik ben daar niet echt mee bezig. Het seizoen is nog lang. En nu zeker valt te zien hoe dat verder loopt met corona. Wat dat er nog gaat doorgaan, wanneer, hoe lang dat dit gaat duren. Ik hoop dat de mensen, de dokters en zo, rap en iets vinden tegen corona, dat we rap terug aan de gang kunnen. Dat er niks gecanceld gaat moeten worden of zo. Voorlopig ben ik nog niet bezig met WK. Ik ben niet bezig met WK of matchplay of eender welk toernooi. Ik hoop gewoon dat ik vanaf dat terug begint, dat ik weer kan gooien zoals dat ik bezig was. En dan zullen we wel zien hoe ver dat WK nog ligt. Ja, vind jij trouwens dat de PDC goed gehandeld heeft in deze coronatijden dan? Ja, ik vind van wel. Ik vind het heel goed dat ze gezegd hebben van we kunnen geen risico pakken voor onze spelers. Ook niet voor de mensen die dan naar de vloertoernooien komen. Alles wordt gecanceld. Voetbal, basket, noem maar op. Alle sporten worden gecanceld. Dan zou het raar zijn moest de PDC zeggen van nee, wij doen gewoon door. Dat zou niet verantwoord zijn. Je had het net even kort aan, het EK. Vorig jaar was er heel klein beetje sprake dat je het EK misschien wel kon halen. Heb je daar nog erg mee in je hoofd gezeten vorig jaar? Nou, het laatste weekend toe wel. Dat was in Riza, waren er nog 2 qualifiers. En als ik die 2 had geplaatst en 1 van de 2 1 wedstrijd had gewonnen, dan was ik erbij. Voor Riza plaats ik me, maar op podium gooi ik helemaal niet goed en verlies ik. En voor Gibraltar verlies ik de plaatsingwedstrijd van Wessel Nijman. Dan stond ik 5-3 voor en mis ik 1 matchpaal. En achteraf denk je wel van, godverdikke, als ik nou gewoon misschien 1 leg iets beter had gegooid tegen Wessel, of iets beter had gegooid op podium, had ik het EK ook kunnen meedoen. Dat heb ik ook nog niet gehad, het WK. Dus achteraf denk je wel bijna, maar het is beter van er niet te lang over te piekeren, want er komen nog toernooien genoeg. Het was dan niet heel lang daarna was Q-School dan. Dus als je dat te lang mee in je hoofd zit, dan kun je nooit met een goed gevoel naar Q-School gaan bijvoorbeeld. Nou goed, we hebben in deze coronatapes een vaste rubriek. De rubriek heet Mooie Verhalen. Dat was bij jou niet heel makkelijk om er eentje te vinden. Ik ben lang genoeg bezig geweest om te zoeken. Maar vlak voor de podcast vond ik er toch eentje. Een Instagram post van Diego Portela. En daar staat bij I love him so much. # teambuilding, # achtersex. Ja. Diogo heeft zo'n een heel, heel, heel erg homokantje. En dat is niet alleen bij mij dat hij dat doet. Dat is bij iedereen op de tour dat hem denkt dat hem het kan doen, doet hem het. Bij Ronnie Huibrechts, dan lag Ronnie in zijn bed, is Diogo de kamer ingestormd in zijn onderbroek en is hem bij Ronnie in bed gaan liggen. Bij mij deed hem dat dan. Ik lag toen ook echt te slapen. Ik trok er een foto van dat ik lag te slapen. Hij had hem daar op de spiegel getekend. Diogo is, zoals wij dat zeggen, een varken. Ja,
Als het goed is, hebben we Diogo ook in een van de volgende podcasts. Daar zullen we het ook wel over hebben. Maar is dat dus een beetje de grappenmaker van de... Ja, nu niet de Tour dan, maar... Ja, als hij erbij is. Hij is dit jaar ook eens komen kijken naar de Pro Tour. Want hij woont in Manchester, dus dat is niet heel ver van Wigan. En dan is hij komen kijken en dan kun je garanderen, na de eerste 10 minuten, dan ga je lachen. Dat is eigen aan Diogo. Okay. Mis je hem nu op de Tour, aangezien hij geen tourkaart heeft? Goh, missen is veel gezegd. Op de Tour zelf, ik heb het al gezegd, ik ga veel met Jellen om. En op de toernooien zelf sta ik nu veel in te gooien. Ik zit niet veel neer. Dus ik zit meestal ook mijn oortjes in te gooien. Dus veel missen niet echt. Het zou natuurlijk leuker zijn als hij er is. Dat zeg ik niet. Maar het is niet dat ik zeg van, oh, dat is echt jammer dat hij er niet is. Want ik mis die. Nee, dat heb ik niet. Ja, Mike, bedankt voor de toelichting van het mooie verhaal. En we gaan hem natuurlijk ook tegen Diego zelf zeggen. Dat is ook een klein spoiler alert. Het zal niet de volgende podcast worden, maar hij komt eraan. Ik wil Mike heel erg bedanken dat je aanwezig wou zijn bij deze podcast in deze roerige tijden. Ja, is graag gedaan. Pim, ik zie jou weer bij de volgende podcast. Ja, dankjewel Mike. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren naar de Achter de Hockey podcast.